Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we wolkenvelden en uit de dichtste wolking kan af en toe een spatje motregen vallen. Maar in de loop van de ochtend wordt het allemaal wel beter. Vanuit het noorden komen er steeds bredere opklaringen en dan gaat de zon schijnen. De meeste zonneschijn vandaag dus in het noorden. In het zuiden is het misschien pas tegen de avond dat de zon daar doorbreekt, of helemaal niet. Onder het wolkendek de laagste temperaturen: 8 tot 10, 11 graden. In de zon kan het kwik oplopen naar zo'n 12 tot 14 graden. Maar het een matige noordelijke wind aan zee is die af en toe vrij krachtig. Vanavond dan overal opklaringen en vannacht kan er dan mist en laaghangende bewolking ontstaan bij temperaturen die iets boven het vriespunt liggen. Morgenochtend, tijdens de zonsverduistering, kunnen we denk ik in een groot deel van het land naar de zonsverduistering kijken, maar het noordwesten en het zuidoosten hebben wat meer wolkenvelden. In de middag is het overal droog, in de avond komt er vanuit het noorden wat lichte regen. In de nacht na zaterdag valt er dan ook van tijd tot tijd regen. Zaterdag overdag is het wisselend bewolkt en valt er hooguit een enkele bui. Temperaturen daarbij 8 graden. Zondag veel zon en 7 graden. En ook maandag schijnt de zon flink en dan wordt het weer 10 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaatsen.nl.